Yo guys, Les hier met vandaag een nieuwe video en vandaag zijn we terug, Half-Life Blue Shift. De vorige keer moesten we op zoek gaan naar Dr. Rosenberg. We hebben zo twee random-ass professors gevonden, maar die gastjes zijn niet Dr. Rosenberg. Dus we gaan moeten verder zoeken en dat gaan we nu doen. Maar eerst gaan we geneukt worden door militairen. Of zij door mij. Oh, wat? Oeps, dat was mijn eigen. Dat was niet de bedoeling. Bitch. Au. Oké, dat bedoel ik dus. Oké. Ik heb het vorige aflevering geprobeerd. Oké. Zo. Ik krijg... Wat? Waarom smijt hij nou een granaat op zijn eigen? Nou, die gaan maar niet kapot, gast. Maar what the fuck? Gaat dit ding kapot? Oh, allee, joh. Even testen, gaat het kapot? Ah ja, dan ben ik zelf dood. Zo. Zo. Oké. Voor de rest ga ik niet meer in op die grote tank. We laten gewoon die grote tank voor wat het is. Want ja, dat is toch zelfmoord. Fuck off. Ik zag die turret staan en ik dacht van, oh nee. Wacht, wat? Hoe moet ik hier nu door? Huh. Oké, wat in de fuck is hier de bedoeling van? Oké, wat, ik heb een idee, denk dat ik het al weet. Oh, dat is cool. Oké, en nu moet ik zo YOLO waterpolo doen, neem ik aan. Wiehoe! Oh, dat is een draaischijf. Dat is fucking cool. Auw. Hallo, maar... Auw. Amai. Hoeveel bullets kunnen die pakken, ja? Ah, die kan echt wel... Fuck. Ik dacht even dat ik daar niet ging uitgeraken. Oké. Wow, dit wordt een thumbnail. Een fucking treinenland, gast. Treinenland. Oké, ik vind Half-Life Blue Shift precies toch iets leuker aan Opposing Force. Ik weet het niet. Maar Opposing Force had je wel veel meer nieuwe dingen natuurlijk. Ik denk nu alle dozen wel heb gehad. Ah, wat is dat hier? Oh nee, we gaan dat moeten gebruiken. Oh, dat is nog cooler. Holy shit. Hey, waarom is die open? Waarom mag je... Maar dat gewoon open alsjeblieft. Ik heb echt wel geen idee wat de bedoeling is. Maar kijk, we kunnen zo'n draaischijf gebruiken. Dus ja, waarom doen we dat gewoon niet? Wow. Turnable controls. B5 door. Oh, oké. Ah, oké. Wat is hier te zien? I'm in here. Can anyone hear me? Ja. Ah, oh, weer zo'n stoeme jood, gast. Ah, oh. Ja, kijk deze koers. Shizzle. Oh, yo! Oh, dat is zo cool. Wacht, nieuwe thumbnail. Oh. Oh. Oh, yo. Nice. Hallo. Oh, kijk, ziet er speciaal uit.
by that bastard. What's the status on Freeman? What? Yes, I'm Dr. Rosenberg. Although I'm not very proud to admit it, seeing as though I'm partially responsible for all of this. How did you know my name? What? Oh, I see. Poor Harold. Yes, our plan was to get to one of the old prototype labs. It involved something that very few people in the facility are authorized to know about. What the fuck? It's a trap! The technology that brought about this catastrophe could also be our only way out. You see, I was involved in the very early work on teleporter technology, long before the Lambda complex was even built. There may be enough equipment in the old lab to piece together a device that would allow us to teleport outside of the facility. As improbable as that may sound to someone like yourself. Of course, none of that does a whole lot of good. Who the fuck? Here. This guy. Perhaps I could help boost you through that vent in the ceiling. If you're lucky, I might be able to take those soldiers by surprise. Okay. Let's try this. What? Wait, can I ook gewoon openen? Oops. Let's try this. That might be true. Ah, wow, nu gaat dat wel gewoon open. Is dat de enige? Nee. Dat was een mooie double kill. Ah, wauw. Dat werkte. All right. Now we'll need to head back to the area where you met Harold. The access to the old lab should still be there, but we may have to break through some of the newer construction to get to it. Oh, sorry. Let's get going. Dat is verongelijk, man. Let's go. Oh, deze gaat. Oh nee. Wacht. Hoe raak ik terug? Aha. Ik dacht even dat ik terug langs die tank moest gaan. Holy shit. Ah, wat? Is dat nu serieus waar wij daarnet waren? Ah ja, daarnet. Vorige aflevering, maar ben dit na elkaar aan het opnemen, dus dan is voor mij wel daarnet. Huh? Wat? Nee. Ik snap er niks meer van. Ah, die sled is nog mee, beter. Dat was niet vriendelijk. Oké, misschien... Nee, nog niet. Hallo. Kijk, ik heb nog één bullet voor de revolver en dat is kut. Aha, kijk. Oké, ja, kom maar mee. Kom maar mee. Zo. Let's hurry. There's no time to waste. Nee, inderdaad. Kom maar mee. Oef. Oké, hier zal er wel nog een motherfucker zijn. I need to rest a bit before I could go on. Ja. Pussy, ik weet ook wel dat je schrik hebt voor die leuke man. Nee, hier was ik echt legit daarnet. Ah ja, vorige aflevering. Oh, dat is wel ironic. Ah, maar dingen, hij was hier, hè. Ja, waar was die motherfucker eigenlijk? Ja, komt je nog? Oké. Ik kan me deze niet meer zo goed herinneren, maar ik neem aan dat ik juist zit. Laten we zeggen dat ik gewoon juist zit en... Oké. Oké, allemaal boven... Ja, hier. Zeg jij, jongen. Alright, let's stick together. Ja, let's stick together. Blijf er dan volgen, grafjes. Lead the way, Calhoun. Hold on, Calhoun. You'll have to slow down a bit. Wacht, waarom wil hij hier nu niet binnen? Toen wist ik niet dat ik verder moest, dus ik heb het even opgezocht hoe ik verder moest. En blijkbaar moest ik 5 meter ervoor ergens de muur inslaan. Ik heb even een checkpoint gereload. Oké, nice. Laten we gewoon even hierin gaan.
I see you've already found the elevator. Let's hurry then. Ja. Inderdaad, kom erin. We should have chosen the Lambda reactor for an escape, but oh, nee, nee. Hij is niet mee in de lift. Oh, waarom moet die dommerik weer zo dom zijn om niet in die fucking lift te stappen, gest? Dankjewel. Dat was niet zo moeilijk, snap je? Was niet zo fucking moeilijk. Oh, hey. Dan zit ik zijn de lift te zoeken. Ja, ja, nu kun je er niet uitstappen. De AI is soms een fucking half-life. What the fuck, de AI? Kijk maar hier niet. What the fuck? Ah ja. All right, let's stick. Kom mee. Well, I hope the old security system is still active. With any luck, my fingerprint ID is still valid and on file. Okay. Nice. Oh. Okay, that's nice. Maybe. Dr. Rosenberg, thank God you made it. We've managed to piece together some of the larger equipment, but you'll need to oversee the rest of the construction. Excellent, Walter. Yeah. Finish aligning the power cell matrix, and I'll see if I can get the system online in the main room. Now, there's no time to waste. Oh, hey, rustig man. Ik loop gewoon met hem mee. Ik weet niet wat hij gaat doen, maar ik loop daar gewoon mee. Dat is het slimste. Oh, what the fuck? Is deze shit allemaal? Well, it looks like the equipment is in better shape than I expected. Hmm. Fair enough. Unfortunately, this older technology does not have the ability to target an Earth destination in its current state. You see, Mr. Calhoun, teleportation isn't as easy as going from point A to point B. We've discovered a strange somehow involved in the process, which kept us from accurately predicting where any given teleportation would lead to back on Earth. Whoops. Some of the more promising research on the mountain led to a device that could be attached to the strange crystalline structures we found on this. This is all fucking cool, kindly. This device could then be used as a focal point and a relay to aid in the teleportation. Well, in theory, that is. Hmm. We lost contact with the survey group shortly after the device was in place. We later discovered other methods of aiming the beam, but the equipment in this lab uses the older technology. In order for any of us to get out of here alive, someone will have to go to the border world and activate the device. Yeah, that ben ik waarschijnlijk. You're the only one who can do this. Yep. That's how everyone else will be needed to operate the equipment. We should be able to get you fairly close to where the survey team had set up, but I fear the likelihood of running into alien creatures is very high. Once you find the device, simply power it on and align the emitters until the signal reaches maximum strength. We'll reopen the teleporter for your return once we receive the signal, but you must hurry back, as we can only keep it open for a short amount of time. Okay, not this. Right. I'm going to initiate the teleporter charging sequence now. Be ready, Mr. Calhoun. Once the field is open, it will become unstable very quickly. Simmons, can you hear me? It's ready. Okay. Dit is echt zo cool. Ik weet niet waarom ik het zo cool vind, maar het ziet er echt enorm cool uit. Omdat hij zo oud is, natte. Michael in of niet? Denk het niet. Oké. What are you doing? Dit is, ik weet niet waarom, maar ik vind het zo cool. Deze aflevering is zo cool. Met al die treinen en deze nu. En dus, ook wel een oud spel. Je ziet echt dat dit zo oude machines zijn. Dat is cool. Ja, ik geloof je. Wow, yo. Oké. Ik zou het ook als thumbnail kunnen pakken, maar ga ik dat doen? Nee. The field, it's open. Calhoun, enter the
What the fuck dus. Maar wat hier is, in het portaal, dat is voor de volgende aflevering. Dus vond deze video leuk, was het een blauw rampje omhoog. Abonneer de volgende keer en de volgende keer verder met Half-Life Blue Shift. En ik zei, ciao.